Oké. Okay. Let go. Ja. Zijn we weer. Dit is jouw week. Mijn week. Dit is jouw dag. Jouw vandaag, dag. Vandaag, als dit op YouTube staat, ja. Is jouw dag. Ja, de zaterdag bedoel je? Nee, donderdag. Het is vandaag donderdag. Het is vandaag donderdag, ja. Oké. Okay. Maar dit is jouw dag. Ja, ja, zeker. Al die jaren waar je gewoon... Ja. Dus vandaag is het gewoon van beter dan je verjaardag. Ja, eigen schoen bedoel je. Ja. Ja, heel bijzonder. Vandaag uitgekomen. Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk pas deze week echt realiseerde van hoe bijzonder het is. Weet je. Ja. Ja. Meer ook door andere mensen. Zo, hey, zeg vet. Oh ja. Oh ja, dat is toch wel cool, ja. Het is heel herkenbaar. Maar omdat je er zoveel mee bezig bent, ik weet het niet. Op een gegeven moment wordt het dan niet echt normaal, maar... Ik wil vaak als mensen zeg maar over mijn muziek zeggen... Ja, het is toch heel vet dat je dat en dat hebt gedaan. En ik zo... Oké. Okay. Ja, precies dat. Weet je, ook niet bewust of zo dat je niet... Nee, ik ben gewoon het leven en ik doe dingen. Ja, dat of zo. Ja. Het is niet eens, niet zozeer dat je het allemaal vanzelfsprekend is of zo. Maar nee. Je staat er niet bestil of zo. Het hoort gewoon bij je leven. Ja. Het is over 2-3 jaar kijk je terug, denk je van... kijk wat ik allemaal heb gedaan. Ja. Toen en toen. Zeker. En zeg maar mijlpalen identificeer je meestal pas achteraf. Mm-hmm. Fucking diep, vriend. Ja. Fucking zeker, diep. Man. Diepste intro ever. Aflevering 30? Nee, 31. Was vorige keer 30? Vorige keer, ja. We hebben het helemaal niet gecelebrated. Helemaal niet. Nee, dat hoort dus, gewoon bij het leven. Mijlpalen zie je pas achteraf. Precies. Dus bij deze. Willen jullie ons nog feliciteren voor de 30ste? Doe dat dan even in de comments. Ja, bij de vorige aflevering. Ja, bij de vorige aflevering. Lekker. Intro! Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Wat heb je aan? Ik zie een hele hoop kleurtjes. Ja, heftige schoen. Ja, dit is... Zal ik hem even uitdoen? Ja, dit is niet voor de weak-hearted. Dat is de Essex Jelly 3 Tourmaline. En dit is van de Daylight Pack van Essex. Onlangs uitgekomen. Tourmaline is toch een soort edelsteen? Of wat is dat? Tourmaline? Ryan heeft geen tijd voor ons, die is op zijn telefoon. Wat is Tourmaline? Ryan. Dat is een edelsteen, toch? Je moet niet nee schudden, je moet gewoon googlen. Wat zeg. Googlen. Gewoon door, jezus man. Ik dacht dat we vrienden waren. Nou ja, heftig schoentje. Ik vond wel dat de productfotografie bij heel veel stores heel veel verschillend was. Sommige kwam die toch anders uit de verf dan in het echt. Hij is toch wat harder qua kleuren in het echt. Met zulke kleuren is het echt... Dan komt het echt aan op witbalansen. En of je niet te veel contrast en saturation erin gooit, want... Het is edelsteen. Ja. Het is een beetje... het lijkt een beetje om een collab. Had een collab kunnen zijn. Een beetje what the team. Ja. Met allemaal kleurtjes. Dus heel wild. Moet je vernauwen. Ik vind het tof. Doe me denken aan oude Ronnie Fiek. Eerste collabs. Ja, dat. En jij? Ja, zal ik... Ik moet wel gewoon de truc zoals altijd doen. Oh, UNT. Ja. Ik heb ze bewerkt met van dat spul van de Duffens. Ja, dat... En ik was eerst een beetje huiverig, want ik heb ooit een keer van een ander werk van het waterafstoot een spul op mijn schoenen gespoten. En dan werd het helemaal keihard. En er was me toegezegd, dat zou niet gebeuren. En dat is niet gebeurd. En ik heb net mee in de regen gelopen. Want ik dacht, laten we ze gewoon rechtstreeks uit de doos een stortbui indragen. En nu ze beschermd zijn, kijken wat er gebeurt. En ik stond naar beneden te kijken, zo pioeng, allemaal druppels eraf spetteren. Ja. Soms dan zie je bepaalde shit, zeg maar, dit is geen reclame. Het ging mij puur om de nieuwsgierigheid. Soms dan zie je zeg maar een productpresentatie van hoe dan druppels. En dan geloof je het niet. Nee, en dan geloof je het niet. You're just selling me some shit. Ja. En dan is het waar. En dan moet je het toch zelf proberen. Ik dacht van, oké, lichtblauw suède, stortbui. Ja. On the essen. Let's go. En gewoon naar beneden kijken lopen. Zo waar. Wel nice die. Jordan 4 is wel, denk ik, second meest populaire model. Jordan. Ja, is mijn favoriete Jordan. Ja. Ja. Jordan, ik begin een beetje, zeg maar... De Jordan 1's die ik heb, ben ik nog steeds heel blij mee. Yeah. Ik begin wel te merken dat ik ook wel een klein beetje gevoelig ben... nu ik iedereen en zijn moeder op Jordan 1 zie lopen... dat ik toch weer neig om wat anders aan te trekken. Ik zou die Union zou ik wel graag willen hebben, die recente. Ja, prijzen gaan omlaag. Ik hoop dat hij nog sneakers uitkomt. Ja,
Ja, het zou wel de bedoeling moeten zijn eigenlijk. Ja, want ik heb de afgelopen week, zoals je ziet, was voor mij Jordan 4 weken. Twee afleveringen geleden hadden wij een top 5. Ja. Football Inspired. En daar zat hij in. En toen zei ik van, zal ik hem dan toch kopen? En dat heb ik gedaan. En ik ben echt tyfus happy mee. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat Paname, dat straat trouwens voor Parijs. Wist ik niet. Oké. Okay. Paname? Ja, daar staat blijkbaar Paname, cool. En dat is Parijs. Nou, kijk, ik ging echt zo googlen zo. Panama, wat betekenis? Tot zo Parijs, dacht ja, oké, okay, logisch. En al twee dagen aangehad. En kijk eens. Leren is mooi. Netjes. Ik zat van te kijken dat jij die... ik had eigenlijk die White Oreo wel verwacht. Die wou ik dus kopen. En toen besefte ik me dat ik Pure White heb. Ja. En cement gray, White Cement heb ik. Heb je ook nog? Ja, toen dacht ik van... Ja, nee, precies. Die ook kopen. Ja. En toen, om zeg maar mezelf te overtuigen dat ik ze niet moest kopen, heb ik deze gekocht. De top. Ja, zodat ik dacht van, nou, dan betaal ik gewoon veel te veel voor deze, ja. Zodat ik die andere niet koop. En toen zaterdagmiddag had ik een berichtje van, oké, okay, je hebt de raffle gewonnen van die White Oreos. Oh, heb je ze wel gewonnen? Ja, alleen toen locht ik in, stonden ze niet in mijn mandje. Dus dan moet ik vandaag nog even achteraan hoe dat zit. Maar ja. Ja, en dan heb ik nog, zoals gezegd, deze gekocht. Ja, dat vond ik wel een verrassing. Omdat we daar natuurlijk wel best wel... Deze hebben we best wel veel besproken. Ja. En ik moet wel toegeven, en dat gaf ik toen al toe. Ik vind dat een hele mooie schoenker colorway. Het gaat tof om te hebben. Ja, en ik weet 100% zeker als deze, die translucent gedeelte, als dat gewoon dicht was geweest, was dit een 100% kop geweest. Ja. Ik vind het wel erg. Ik vind hem zo ook mooi, hè? Een stukje history of zo. Maar ja. Luister, ik heb me helemaal stuk gelacht. Ten eerste, ik heb me natuurlijk op gehaat omdat DJ Khaled als eerste kreeg. Dat was vooral mijn punt. Maar ik heb zeg maar maat 13. Maar mijn grote teen is vooral maat 13. En de rest is ongeveer 11,5. Dus ik kreeg ze van de week binnen. En ik doe mijn voet erin. En je ziet gewoon, ik heb sokken aan. En je ziet zeg maar door die bovenkant heen. Mijn sok vult zeg maar tot hier. En als ze zo mijn tenen lopen. Je zag gewoon hier zag je zo'n heel gat gewoon in die schoen zitten. Ja. Dus heel dat ding van, je doet een kleur sokken aan. En dat bepaalt de toebox werkt voor mij voor 75% ongeveer. Maar je zou het ook gewoon kunnen, ik zie het ook wel dat ze het gepaint hebben, hè? Je zou het ook kunnen aan de binnenkant. Ja, aan de binnenkant. Ja, ik hou ze gewoon zo en dan doe ik gewoon een keer zwart. Ja, precies. Whatever. Cool, man. En ik ben trouwens... Maar, ja, hard. Ik heb deze ook gekocht. Heel blij mee. Eerste retro van deze OG Callaway, Deep Magenta. Was toen de tijd een Women's Callaway, 91. En het is natuurlijk de 30th anniversary van de Hirachi dit jaar. En er komen een hele hoop toffe Callaways uit. Ook heel veel first retros. We hebben natuurlijk de Escape gehad. Ja, Escape, Stussy, die Bisk. Ja, Bisk bedoelde ik trouwens. Ja, die is uitgekomen, die. En dan... Ja, Scream Green. We hebben de Mango, Bright Mango. Was dat een retro of gewoon een toffe kleur? Die Bright Mango is wel een OG retro, maar ze hebben die iets aangepast qua kleuren. Ja, nou ja, ik vind dit kleur, dat zeegroen, vind ik... Het is wel grappig. Ik heb een paar oude foto's van Pieces van vroeger. En ik weet nog dat de combinatie van dat zeegroen, je had dus een sparvarkleur in deze kleur, en dat paars, dat gebruikte ik heel vaak in mijn Pieces. Ja, keihard. En dat besefte ik al pas toen ze in handen. Dacht ik, dat is toch gewoon mijn favoriete kleur spuibers van vroeger. Volgens mij is er een foto van Michael Jordan. Staat hij in een persconferentie te doen of zo, ergens in 92. Volgens mij heeft hij daar deze colorway aan. Goed bezig, Michael. Je had toen daar goede smaak. Ja, heel hard. Ja, geen die hem zien in. Had goede smaak waarschijnlijk. Maar Michael Jordan zelf is niet het fashion-icoon. Zo bedoel je. Ja. En wat had ik verder nog? Ik had die Banbury. Ja, die New Balance. Die New Balance gekocht. En een hele mooie schoen. Wel verrassend. Het model, denk ik, van ja, best wel een... Ja, de kleuren waren goed. Ja, een moeilijk model. Of moeilijk, maar apart model. Maar ik vond de kleuren zo tof. De box, alles erbij. Het verhaal erbij. Die guy. Ik vond de eerste clap ook tof. Dus gekocht. En wat heb ik nog... Nog een New Balance of zo. Ja, die 550 van het... Welke kleur heb je? Geel. Okay. Want we hebben momenteel een actie met New Balance. Maar daar vertellen we later in de uitzending nog meer over. Ja. Dus die 550 die gaan natuurlijk ook als warm bootje om de toonbank. Ja. Ik vind dat New Balance de laatste tijd echt... Ik zei dat van de week tegen iemand. Het lijkt wel alsof iemand ergens begin vorig jaar heeft gezegd... Hey, zullen we gewoon stoppen met alleen marketen naar oude mensen die van herfstkleuren houden en van goed suède? Ja. En iemand zei,
kan dat? Ja, zo, ja, zullen we bijvoorbeeld meer een Air Force One Stan Smith of superstar-achtige schoen en een fashion schoen en een wat meer goedkope schoen, zullen we dat een keer allemaal proberen? Dat iemand zei van, zullen we echt na 60 jaar wat anders gaan doen? En dan nu van, oké, nou, wat werkt? Ja, het komt natuurlijk wel een beetje uit dezelfde hoek. Dat is natuurlijk allemaal een beetje die AM Leon Door vibe. Ja. Daar is het allemaal een beetje begonnen. Dat was de aandrijver van de hype. Ja. En, maar ik vind ook trouwens dat maar die gaan we dadelijk volgens mij nog behandelen in de Rewinders. Die zit daarin volgens mij. Ja. Dus ja, New Balance doet het goed, man. Ja, Rewinders beginnen? Ja, tuurlijk, man. Bodega keer New Balance. Een hele grote groene schoen. Ja, hard. Bodega, een boutique uit de States. Los Angeles, aan mijn hoofd? Ik weet niet, Bodega is meer New York. Boston. Oh, oké, okay. Allebei fout. En die hebben een New Balance collaboration uitgebracht. Ging ook sold out. Dat was een week na de Bamberger release. En binnenkort krijgen we nog de Joey Freshgood. Dat is volgens mij de volgende collaborations van New Balance die eraan komt. Die ja, mooie schoen, mooie schoen. Ik vind die zool een beetje Skechers. Ik weet niet waarom. Ja. Te veel ik heb deze, ja, dit was voor mij ook een pers, maar ik vind het wel een tof. Ja, dat is gewoon tof. Ja. Okay, niet voor mij. New Balance M2002 Protection Pack. Ik zag dat dat een soort schoen was waarbij ze alle vlakken wat karteliger en wat vager met extra laagjes en dingetjes. Ja. Een soort van cutaway Air Force One waar ze alvast alles hebben weggesneden voor je. Ik vind hem heel hard. Dit is gewoon ook een general release. Het heeft gewoon een beetje een collab vibe, vind ik. Mm. Gewoon met de materialen. En dit dropt bij bijna elke retailer dropt dit. Het is ook niet echt heel gelimiteerd. Maar er is heel veel vraag naar. Een beetje hetzelfde als die 550. Ik zag dat ze goed verkochten. Ja. Dus, maar ook dit is weer New Balance die gewoon, wat ze altijd al deden, en eindelijk keer, hey, jullie doen wat anders. Het lijkt net of ze gewoon een hele groep nieuwe mensen hebben aangenomen. En zeggen, weet je wat, it's cool, doe maar. Weet je, we zien wel wat er gebeurt. Ja, ik vind het heel tof. Vooral die grijze vind ik heel mooi. Ja. Vind ik de beste. En dan de Nike SB Dunk High Reverse Iowa. De Avoy is dat dan. Ja. Dat is de Dunk Avoy. En wat mij opvalt, ik heb deze colorway, ik weet niet of die nog komt, maar heb ik niet bij skate shops gezien. Wat ik altijd wel jammer vind. Ik vind, ik krijg alweer geluiden dat Nike toch ook bij skate shops weer meer de kraan aan het dichtdraaien is. Wat betreft releases. Ja. Ja, ik was een beetje aan het opletten wat deze release ging gebeuren. Maar ik heb hem eigenlijk alleen op sneakers app gezien. Correct me if I'm wrong. Als die wel ergens verkocht is bij een skate shop. Kan ook zijn dat ze wat komen daar. Hè? Ik heb af en toe de laatste tijd zie je ook dat heel veel dunks dan bij skate stores opeens nog 6-7 maanden later. Ja, of 4 dat maanden later. 6-7 weken bedoel ik. Later komen. Maar ik zie Nike er ook wel voor aan dat ze zeggen, nou, bedankt voor het helpen met de hype opbouwen. Ja. Was fijn. Ja. Doei! Ja, dat zie ik. Maar ik vind het jammer. Ik vind het jammer. Ja, het is voorspelbaar. Can't live with him, can't live without him. Die magenta, hebben we net over gehad. Tof, mijn koop, slag. Keihard, ja. Ja, dus. En dan de BB550 in geel, zwart en bordeaux rood. Is het general? Premium pack is allemaal general releases. En het worden heel veel verkocht. Ja. Ook via ons bij Sneakerjagers. Dus het is een gele colorway, een zwarte. Dat is wel tof, hoor. En een beetje burgundy roodachtige colorway. Ja, ik ga er wel goed op. Worden echt heel goed verkocht overal. Ja, snap ik wel. Is ook, wat is de prijs? Prijs is 120 uit mijn hoofd. Ja, 120 euro. Dus goed geprijsd. Ja. Goede concurrent voor de Air Force Superstars, et cetera. Vergelijkbare ding, eigen look. Ja. Ik zag in één keer, gisteren zag ik dat die size 550, waar ook iedereen, veel mensen al op zitten wachten. Die dropt. Ja, die dropt ook binnenkort. Ja, ik denk dat ze een goede tactiek gedaan met deze. Het is gewoon a page out of Nike's book. Limited. Ik heb het gevoel dat ooit bij Nike begonnen is. Limited, met een paar collabs. Niet te moeilijk. Goede materialen. En dan langzaam de kraan opendraaien. Ja. En kijken wat er gebeurt. Goeie schoen. Ik hoop dat ze hem dan niet doodmaken. Ik denk dat dat nog wel even aanhoudt met deze. Ja, ik ben vooral blij dat ze dus niet hebben gekozen. Wat je wel vaker ziet van, dan doen we nou onze eigen versie. En dan doen we in één keer hele moeilijke kleuren. Het blijft gewoon klassiek. Simpel, één kleurtje. Ja. Niet te moeilijk. Doe maar eens gewoon dat. Laat maar het model gewoon voor zich spreken. Ja. Hard. Doen jullie goed, New Balance? Goed gedaan. Ja. Ben benieuwd? Nee, ga ik niet zeggen. Maar cool. Ja. Dan gaan we nou naar release ronde 1. Yes. Release ronde 1. Oké,
Hoe vind je dat? Vind ik wel fijn. Ja? Ja, ik ben wel benieuwd wat er allemaal uitkomt. Ja, ik ook. Nou, zullen we dan ook proberen te onthouden? Dat als ik straks ga je nog wat kopen, dat je dan zegt van ja? Of, ja. Ja? Vind je hiervan? Ja, qua kleuren niet. Dat FTC is skate shop toch? Ja, fuck the cops. En volgens mij is het... Is het... FTC was altijd fuck the cops in graffiti. Dus ik heb gewoon geaccepteerd dat het bij de skate store ook zo is. Toch? Ja, het is een skate store. Maar ja, het is een skate store is het sowieso, dat weet ik zeker. Maar het is ook een merk volgens mij, gewoon los daarvan. Ja, ik vind hem, wel tof, man. Zeg heel eerlijk, ik moest een beetje aan Diamond denken. Het heeft inderdaad de kleuren van Diamond. Diamond Supply, daar moest ik een beetje aan denken. Zeg heel eerlijk, Tiffany. Ik zou zo wat doen, man. Ik vind het zo echt ook. Ja. Misschien ga ik wel proberen om me bij een raffle in te schrijven en dan niks te winnen. Hij heeft ook een beetje die Sean Cliver, die laatste Sean Cliver, ja. Die vibe heeft hij ook al een beetje. Ik vind hem wel een zomerschoentje. Dus echt die, deze zou ik aandoen naar het strand en dan die tune aanzetten van A Tribe Called Quest. Je hebt toch dat Q-tip over het strand loopt, dat hij altijd zo doet? Die altijd zo met zijn hoofd knikt. Volgens mij is hij ook verkopen we niet ook kleding of zo? Ja. Nee, het is sowieso een kledingmerk, alles. Het is een beetje level qua hype in Amerika, qua Supreme-achtige... Ja, het is wel iets kleiner. Op Barcelona? Maar wat betekent het? Ja, het is gewoon fuck the cops, ik zweer het je. Fuck the cops. Ja, het was altijd grab up, fuck the cops. Ik kan er niet meer... Dit was voor A-Cap en Kill 12 was het FTC. Op Barcelona wist ik niet. Oké, cool. Nou ja. Ik ga er lekker op. Komt deze week. Ja. Volgende. Dit is een Zunft. Ja, zo'n Comfort Jordan 1. Ja, goede colorway. Ik vind eigenlijk elke goede colorway op een Comfort vind ik verspeeld. Verspeelde colorway. Maar ik heb wel het gevoel dat ze een soort van eigen segmentje qua kleuren hebben. Het is bijna als je hem ziet dat je denkt, dat is vast een Comfort. Ze doen het wel goed. En ik denk ook wel dat het een beetje... Omdat de Jordan 1 natuurlijk de high zo moeilijk... gewoon lastig is om te kopen... Ja. Want heb je gezien, die Jordan Mid werd in één keer heel populair. Jordan Low hetzelfde. Ja. Ik denk dat met dit ook gewoon gaat gebeuren. Vind wel grappig, heb ik nog nooit gezien dat de zool zie dat gele randje... maar dat de rest aan de binnenkant een andere kleur is. Dat heb ik nog nooit op een Dunk of op een Jordan gezien op die manier. Okay. Zie je dat? De zool is beige, behalve het randje. Ja. De outsole. Oh, cool. Dat is nieuw. Ja, ik ben altijd een beetje bang dat dat foam heel erg heel lelijk wordt aan de bovenkant... wat afgeknipt is. Want verder vind ik dit op zich wel tof. Hier kun je de bovenkant toch afhalen, of niet? Hier kun je toch een... Nee, dit is niet dat rits... Nee, ik kan, overal de bovenkant afhalen. Ja, dan kun je de bovenkant gewoon afhalen. Ja. Ja. Als je gewoon zin hebt. wel clean colorway, maar ik heb ook niet zoveel met een model. Ik vind het wel slim dat Nike gewoon elke keer schoenen en modellen verzint... die heel populair maakt en dat ze daar dan verschillende versies van hebben... die het dan ook allemaal weer onderling goed doen. Ja. Zoals de Jordan, maar ook de Dunk. Je hebt natuurlijk een Dunk High, Dunk Low. Ja, dan heb je weer zo'n Dunk... Flyknit. Ja, maar ook gewoon de craziest modellen ervan. Ja, met die blokjes, die distorted en zo. Ja, die ja. Volgende. Zien we weer. Stout. Foei. Stout. Stout is een dames... die zit in een damesconfectie. Okay. En in de States. En die hebben een collaboration met New Balance... Nou, 327 en een 5740. Ja. Van die 57... Is dat nou... 5740 is het met die kofferbak deksel op de achterkant. Met die nopper, toch? Of is dat een 327? Nee, dat is een 327. Dat is een 327, ja. Ik vind die 5740 vind ik nog wel een interessant modelletje. Ja, ik ook. Leuk kleurtje. Ja. Zwart begrijp ik niet helemaal. Want dat zwart had beter gewoon wit kunnen. Ja, dit zijn een beetje hun signature kleuren... die ze vaak in hun, in hun kledingdesigns gebruiken. Oké. Ja, een beetje, beetje wat New Balance ook vaak doet met J. Crew. Ja, of JD Sports. Gewoon, doe gewoon een stukje blauw. Ja. Of zei ze, hey, fuck jou oranje. Zijn ze al uit? Ja. Oh. Oké. Okay. Oh, je kan ze al kopen op stout. In de States is dat, via Amerika. Dus. In de stouts. In de stouts. In de States, in de United Stouts of Amerika. Of Amerikie. Of Amerikie. Ja, ja, nou oké, moet je doen. Hè? Dan gaan we nu naar eigenlijk een voorspelbaar iets. Weet je, gewoon een red colorway, fire red colorway, maar dan vervangen met blauw. Ik weet nog dat een paar jaar geleden kwam dan de red versie. Bij Jordan 3 is het red, hè? Of is het black cement dan? Ik ben altijd in de war, want red is dan, ja, want red is de 4 en black cement is de 3. Ik onthoud het wel, na 40 jaar. Toen was er zo'n zwarte met dat blauwe vlakje. En
dat vond ik heel fake lijken. Dat ik denk van, ja, klopt. Gadver, zijn net fakes. En je hebt ook nog die Royal, even Mats heeft die schoen. Hoe heet die, die Jordan 1, Mats? Royal? Royal Blue. Royal Blue. Game Royal. Die vind ik ook wel hard. Dat is gewoon, dat is gewoon deze colorway, maar dan op Jordan 1. Ja, en, maar dan, zeg maar, op de een of andere manier, zodat het wit is met dat blauw, heb ik niet dat fake gevoel wat ik met die zwart met blauw heb. Het is gewoon fragment-achtig, dit. Ja, ik vind deze gewoon vet. Ik heb de Jordan 4 in deze kleuren al, dus daardoor twijfel ik of ik hem wil hebben. Maar ja, dat doe ik wel vaker twijfelen en dan... Ja, dan koop je ze toch, hè? Yeah. Kijk maar, allemaal Jordan 4's. Weet je, en dus die, Jordan 3 kopen erbij. Die White Oreo hoort hier dus eigenlijk ook nog bij. Ja, moet straks een Okium checken van Vaka met jullie. Ja. Hey, je hebt gewonnen. Klik ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien in het echt. Ik heb hem bij Patta gezien. En het is wel nice. Het kan wel zijn dat ik hem wel koop en dat ik dan die Pure Whites verkoop. Oké. Okay. Gewoon als een soort van... Ja. Maar deze, ja, het kan zomaar zijn dat ik dit wel... Ja, ja, dope. Laat het ons weten wat je er vindt. Ja. Full family sizing zie ik. Dus je kunt hem met het hele gezin... Kun je lekker Racer Blue erbij lopen. Ik zag gisteren een foto van iemand. Die had met het hele gezin allemaal die University Blue Jordan 1's aan. Oké. Okay. Eigenlijk echt van, pff, ga weg man. Ja, ja dat zie je wel vaker, ja. Met het hele gezin bij de Foot Locker gaat werken. Okay. Een mislukte boyband. Jullie, ja. Jullie. Ja. Ik heb het over jullie. En dan nu... App-promotie. App-promotie. En niet alleen app. We hebben ook een nieuw programma. Hè, bij... Ja, we hebben DJ Turn bij Sneakerjagers. Mijn grote, kale, dikke Amsterdamse vriend. Ja, ik heb vrienden in Amsterdam. En DJ Turn is er één van. Die heeft een super tof nieuwe show met allemaal DJ's die goed zijn in draaien met platen. Fieke, fieke, platen. En elke week komt er een nieuwe uitzending met de beste muziek die tof is. De eerste aflevering is met Cut Nice. Nog één van mijn veel te oude vrienden. Ja. Maar dat krijg je als je zelf veel te oud bent. Klopt, de turnover. Ja. Ga dat checken, vooral op ons platform. En daarnaast staat er ook weer een nieuwe aflevering van de Queens and Sneakers podcast online. Deze keer met Rocky, Heyakaya en Miriam First uit Rotterdam. De vrouw van Matimo, volgens mij. Ja, van Matimo, ja. Big up. Heel interessant, ga dat checken, YouTube-kanaal. Je weet waar je moet zijn, Sneakerjagers. En download de app. Crap. Ja. Daar kun je al deze releases die wij allemaal bespreken, kun je daar allemaal vinden. Kijk, wie interrupt dit program? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik heb dit niet. Ja, ja. Dames en heren. Dames en heren. Het is gebeurd. Ja. Moet ik meespelen of niet? Kijk, ik had Jeezy's aan. Ja. Hoeveel is er staan? Ja. Dit is allemaal met voorbedacht raden, hè? Dit. Ja. Ja. Is het een kut zelf? Ja, ja. Oh, nou eens op, Tim. Ja. Wat is dit nou weer voor gelul? Weet je, het meest hilarische was dat allemaal mensen zeiden... Zo, ze staan echt goed. Fantastisch. Ze lijken echt klein. Ik dacht van ja, ja het is maat 45. Dat is niet zo gek dat ze klein lijken. Ik sta me daar een partij pijn. Ja, ik vind die wel nice. We hebben hem hier. We hebben hem natuurlijk vorige keer laten zien. Vorige uitzending volgens mij. Toen kwam die uit. En ik vind hem wel nice. Ik moet zeggen, nu Tim de 700 aan zijn voeten heeft... Ja, laat maar nu. Is voor mij, nu heb ik vrij spel. Hè? Ik ben niet meer de eerste. Nou kijk, weet je wat een beetje het ding is? Het lijkt net, en dat is een beetje wat ik tegen die schoenen heb. Het lijkt net of ik daar schoenen van mijn maat aan heb. Dus je moet je afvragen dat als ze wel mijn maat zouden zijn... wat 2,5 maat groter is dan wat ik daar aan heb... hoe groot ze dan lijken. Want het is echt... Maar je houdt ze wel, toch? Dit is gewoon, je hebt ze toch? Nee, ze zijn niet van mij. Nee. Oh, zijn niet van jou? Nee, natuurlijk niet. Ik heb ze gewoon gekocht van iemand. Ja, hallo, denk je nou. Oké. Het is allemaal fake nieuws. Kom op. Godverdomme. Nee, maar ik vond ze gewoon... ik wou ze gewoon even aandoen. Gewoon kijken hoe ze zitten, want ik kan wel een grote bek hebben erover. Maar ze zitten lekker. Zitten, ja? Ze zitten echt lekker. Ze zijn mooi. Ik vind ze goed staan. Ik vind ze alleen, wat ik gewoon denk, in mijn maat lijken ze gewoon heel groot. Maar ik moet je zeggen, ik denk dat ik er wel gewoon mee weg zou komen. Ja. Het is alleen nog steeds, vind ik het niet een schoen voor mij. Maar als ik zo de hele foto zie, denk ik, ja, het staat niet verkeerd. Weet je? Gewoon prima. Nou, moet je zo'n pakje, zo'n Fear of God sweatsuitje, zo'n Essentials, toch? Ja, en dan je dochter en je zoon ook even de 700 aan. Oh, ik heb ook zo'n sweatsuitje. Nu al zin erin. Ja. Ach ja. De echte volgende Cut the Crap is het merk Outri.
Autry. Ik weet niet hoe je Autry uitspreekt. Maar Autry is een beetje een nieuw up-and-coming merk wat je in allemaal winkels kan kopen. En die hebben gewoon zeg maar besloten van, nou weet je wat, als we gewoon allemaal Reeboks van vroeger gaan namaken. Gewoon letterlijk ja, gewoon ja, namaken. Ja. En ja, dan gaan we ook hun advertentie gaan we gewoon namaken. En hun font gaan we gewoon pakken. En dezelfde dozen gaan we maken. En dan gaan we dan gewoon uitbrengen. En ja, oké, dat is dan, weet je, prima. Dat is ergens al wel gewoon gaar, weet je. Maar wat ik eigenlijk nog gaarder vind, en daar gaat mijn cut the crap over. Ze hebben het iets meer premium gemaakt. En ze verkopen het nu, zeg maar, via diverse accounts in Nederland, ja, over de hele wereld. En ze hebben eigenlijk op een hele simpele manier zorgen ze ervoor dat ze te koop zijn in winkels. Dat is namelijk, ze zeggen gewoon tegen die winkel van, weet je wat, we noemen het premium. En dan kopen jullie het redelijk goedkoop in, maar dan gooien we de 2,7 marge op, zodat jullie lekker veel geld eraan kunnen verdienen bij de winkel. En dan heb je allemaal winkels die zeggen, ha, is goed, geef maar. En die gaan dan zeg maar tegen alle klanten zeggen, oh, dit is ook echt tof. Super premium merk. En dat, dan in één keer gaan heel je principes over dit merk heeft gewoon letterlijk alles van Reebok gejat. Gaat gewoon overboord omdat je iets meer marge kan pakken. En ik vind dat gewoon, ja, ik vind dat gewoon scheik. Ja, het fucking gaar. Het kwam bij mij op de radar een tijdje geleden. Toen zag ik dus, wat jij dus zegt, al die winkels dit merk verkopen. En ik had natuurlijk gelijk van, hey, dit lijkt gewoon op een rip-off van Reebok. Ja. Dus ik had wat research gedaan. En nou, het blijkt al echt al heel lang te bestaan, dit merk. Ja. En, maar ja, er heeft gewoon weer een nieuwe partij. Die is zich hier weer mee gaan bemoeien. Die wil dat hier aan de man brengen. En in één keer zie ik het overal liggen. En het is natuurlijk, ja, al die modellen zijn natuurlijk gewoon één op één van Reebok naar gemaakt, zelfs het logo. Het is gewoon het zoveelste bewijs dat principes niks waard zijn als er geld te verdienen is. En ik vind dat mensen zoals wij die nog een soort van, zei die nadat hij een foto met Jesus had gepost, principes hebben. Ja, je moet dit gewoon niet willen. Weet je, waarom de fuck zou je de rip-off kopen van iets wat nog duurder is dan het origineel? En dan vervolgens, omdat de winkeleigenaar zegt dat het tof is, terwijl die winkeleigenaar zegt dat ook alleen maar omdat hij dan meer geld over je rug verdient. Ja, ja, jammer. Gewoon gaar. Maar goed, gaar, het kan. Shit. Het kan. Koop geen Autry's, gewoon. Wees geen Autry, koop geen Autry. Sorry. Alhoewel als semi-autist mag ik dat wel gewoon zeggen, vind ik. Dus dat is nieuws. We hebben een hoop nieuws deze week. Ja, we hebben heel veel nieuws. Deze aflevering wordt trouwens 2,5 uur, dan weet je dat vast. De NBA keer Nike Dunk 75ste verjaardag. Ja. En ze dachten, weet je wat we gaan doen voor de NBA? Een zwarte, rood, witte schoen. Ook een, gewoon een. Oh, is dit trouwens, dit is wel een normale dunk, toch? Er staat geen SB bij, maar het zou ook gewoon SB. Het is een beetje raar, het is een rare productfoto. Het lijkt alsof het midden heel hoog is en de hak heel laag. Het zijn bijna pantoffels. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik denk gewoon dat het gewoon de angle is. Het is gewoon een foutje. Ja. Ah ja, prima. Ja, wel leuk, gewoon leuk. Prima, whatever. Ja, wel opvallend dat ze een lage dunk hebben genomen. Misschien zit er nog een hoge dunk in. Misschien is het een pack. Ik weet niet, ik hou niet zo van het NBA-thema op schoenen of zo. Ze hebben een tijdje geleden hadden ze ook een serie met Air Force Ones. Ja. Ik weet niet, op een manier vind ik het niet tof of zo. Ja, dat wordt snel over de top. En als het subtiel doet, lijkt het gewoon op iets wat op. Het is ook lastig als je al zo lang sneakers maakt. Ja. Op een gegeven moment, als je de NBA al 40 jaar gebruikt als referentie voor colorways, op een gegeven moment denk je, oh ja, die kleur. Okay, ja. Cool. Ja. Ik vind het trouwens wel een hele toffe colorway op die dunk. Ik vind het echt heel hard. Ja, gewoon cool. Hij is gewoon een beetje de Chicago, hè? Ja. Colorway. Ja, zeker. Zwarte veters erbij. Nice. Over goede colorways gesproken, de Adidas ZX Candyverse vind ik een hele toffe colorway. Ja, keihard. En het is een nieuwe versie van de ZX10000. Ja. De ZX10/8. Ja, driehoekvlakje is anders. Ja. Ik zat al te kijken. Het lijkt wel, want daar stoorde ik me eerst heel erg aan. En dan nu niet meer. Ik zat ook te kijken. Want volgens mij zit er in de heel ook iets anders. Ik weet nog niet precies wat. Het is zeg maar dat toebox ding loopt nu over dat driehoekje heen aan de voorkant. En ik heb het gevoel dat vlakje achter wat bij de bovenkant van de veters eindigt, dat anders is. Dat is een soort vis met een grote staart. Ja, ik vind hem heel nice. Dit is wel een potential pick-up deze. Ja. Mooie kleuren. Ja. En ik ben benieuwd. Ja, die komt dus binnenkort uit. Ik weet nog niet wanneer, maar hou gewoon onze socials in de gaten. Ik hoop op 10 augustus. Dat zou ik wel tof vinden. 10 augustus. Ja, als het ZX 10 8 is. Dat is een minste wat je kan doen als het 10 augustus uitbrengen. Ja, dat zou wel een hele goede datum zijn daarvoor. Gewoon even tof of zo. Ja. Graag gedaan.
Ja, toch? Bel Tim Adidas. Ja, voor de hand liggende suggesties. Ja, voor, ja. Dan verkoop ze maar die Yamin, want er staat Candy in. Ja. Volgende! Ja, dit was dus een Cut the Crap, maar die hebben we gewoon bij nieuws van de gram gegooid. Ja, Cut the Crap. Ja, ja, fuck deze hele shit. Gewoon, man. Ja, dit is een beetje Beverwijk, maar dan de verkeerde. Een beetje. En ja, wel heftig. Ik kreeg wel veel reacties op. Ja. En toen we dit posten op ons Instagram, dat deden natuurlijk heel veel blogs. Ja. Toen de eerste foto's lekten. Dit zijn foto's van volgens mij een of andere fashion show in Parijs. Van de Louis Vuitton show. Van de Louis Vuitton show. Ja. En nou, er komt dus een Louis Vuitton / Nike Air Force One. Collaboration aan met heel veel verschillende colorways. Ja, er zitten ook hele toffe verpakkingen. Zit niet in een koffer of zo? Ja, ja, ik vraag me dus heel erg af. Ze hebben zo'n oranje koffer met dat monogram logo's erop. Ja. Van rubber, 3D print, het lijkt wel. Ik vraag me af of ze daar uiteindelijk echt in komen. Of dat het... Uiteindelijk schijnt het dat het weinig paar zijn per colorway. Allemaal gemaakt in de Louis Vuitton workshop. Maar laat me even één ding zeggen. De mensen bij Louis Vuitton die dat maken met de hand, moeten even een workshopje nemen hoe Air Forces eruit zien. Want dit is niet hoe Air Forces eruit zien. Ik ben normaal geen shape-zeikerd. Maar elke schoen heeft een andere shape hiervan. Dit is net of ze zeg maar allemaal bij Roel, bij de sneakerschool, voor het eerst een cursus hebben gehad. En dan dacht van, nou, dit is het eerste wat we geprobeerd hebben van Air Force. Dit wordt hem. Die swoes lijkt ook... Jongen, er zitten scheve swoesjes. De een zit niet recht aan dat, de ander is niet parallel. Die toeboxen zijn super vierkant. Sommige mudguards zijn hoog, sommige zijn laag. Wat ik me wel afvraag bij deze release, gaat dit Dior Jordan 1 prijzen kosten? Of zit het gewoon op normale retail? Nee, nee. Als die koffer erbij zit, bereken 4.000-5.000 euro per paar. Als per die koffer paar? Erbij zit, bro, Louis Vuitton koffers zijn fucking duur. Ja, ja, ja. Daar hoef je echt niet druk over te maken. Dit is voor rappers en voetballers die geen smaak hebben, die tof willen doen. Weet je? Als je er een moest kiezen, welke zou je dan kiezen? Die paarse. Ja, ik die paarse of die de links daaronder? Die hele zilveren rare? Nee, die met die... wat is dat? Met... Nee, die in het midden. Die bruine-achtige met... Die high, ja. Die met die blokjes? Ja, ja, ja. Dat is een mid, is dat, toch? Oh, is dat een mid? Ja, kijk, dat is een strap uit. Geen mids. Ja. Ja. Dus zou je die... Ja, het is zeg maar als je dan... Die is een beetje... Ultimate Beaver. Dat is een beetje echt die Dapper Dan stilo, weet je? Gast, dat is echt voor... Dat is als voor als je zo'n Moschino nektasje hebt. Ja, Moschino. Ja, met zo'n halve rits eraan. Ja. Nou goed, dit komt er dus aan. We weten nog geen datum, maar... Voor mij is dit echt het zoveelste bewijs dat Virgil echt een over het paard getild figuur is. Het is er echt niet uitgaan. Maar prima, doe je ding. Dat je go Virgil. Ja. Para. De Para-Olympic. Ik dacht, is dat de Olympic? De Para-Olympics. Ja, is dat Para-Olympics? Gaan we het nou daarover hebben? Ja. Mag ik ook meedoen? Nee. Ja, skaten is natuurlijk dit jaar het eerste Olympische discipline geworden. Hè? Heel blij mee. Ja. Wordt echt tof. En Piet Parra die mocht zodoende een aantal kits, dus jerseys van landen ontwerpen. Ja. En dat is natuurlijk een hele eer. En gewoon tof. Super sick. Ja. Het heeft een beetje die Agassi, Edberg, tennis vibes, die shirts. Ja, typische Parra kleuren. Ja, super cool. Heel nice. Ja, ik vond het vooral vet. Ik zag, ik ben groot Nija-fan ook. En ik zag in één keer Nija in een shirt. En ik had nog dit niet helemaal meegekregen. Maar hey, dat is volgens mij een para-shirt. En toen zag ik pas, oké, dit is de kit. Alleen, ze hadden niet allemaal, ze skaten wel allemaal echt op hun eigen signature models. Niemand had een para-dunk aan. Dat viel me op. Zijn wij, want volgens mij zie ik daar ook Nederland. Dus zijn wij ook tegenwoordig op de Olympische Spelen voor skateboarding? We hebben een Olympisch team, dat weet ik. Ik weet alleen op dit moment niet uit mijn hoofd wie er mee doet. Ik weet dat we een Olympisch team hebben. En dus we hebben wel wat talent. Ja. Maar ik denk dat voorspelling Japan gaat winnen. Ja. Dit jaar met de Olympische Spelen. Met skateboarden. Nou, het zou dus logisch zijn dat aangezien Para hier wat mee gedaan hebben en aangezien we ook nog geen officiële release datum hebben voor de Paradunk, waar we al het hele jaar over praten. Dus het zou heel goed kunnen dat de Olympische Spelen, dat ergens in die periode, dat dan de Paradunk ook gaat droppen. Ze komen maar. Maar tof, ja, ik vind het een hele eer. Het is natuurlijk mooi om Piet Para op de Olympische Spelen te zien op deze manier. Vet. Ik ben benieuwd of mijn para-skateboards nu wel meer geld waard worden. Ja. Wacht, dat gebeurt maar niet. Ja. Jongen. Ja, cool. Ja, hard. Volgende! Ja, dan de bijbehorende sneakers. Ja. Maar natuurlijk die FTC hebben we het net over gehad.
Het Paradunk hebben we al heel vaak gezien. Dan hebben we een Zebra Dunk, wat wel grappig is. Quarter Snacks is dat? Quarter Snacks. Okay. Quarter Snacks. Ja, Quarter Snacks, dat skatemerk. Ja, die vond ik heel hard. Achterop. Die soort, waar, ja. En dan twee keer, hoe heet ze? Gundam. Ja, die vind ik niet mooi. Dat vind ik echt... Het zal leuk voor de verzamelaar zijn, maar... Ik vind die onderste Gundam, die doet me een beetje op die Monikets denken. Ja. Kakalo, ja, ik vind het idee wel tof. Ik zou het niet dragen. Nee. Maar ik zeg heel eerlijk, ik vind die... En dan komt weer mijn innerlijke Rotterdam-Zuid-DNA omhoog. Die met die zebrastrepen vind ik vet. En ik vind die FTC vet en die para ook eigenlijk. Ik vond die Quarter Snacks, de vorige dunk, volgens mij was dat 2015. Uit mijn hoofd. Die vond ik echt heel hard. Dat vond ik. Dat was een beetje het downtime van Nike SB. Wat was dat ook alweer? Dat was die zwarte. En dan heb je. Hun hebben dat logootje zo. Dat prijskaartje met die. 25, weet je. Want ja, die stond dan op, achter op de zijkant. Hallo. Hele clean dunk. Gun bottom. En ja, ik weet nog dat 24/7 heel lang een 42,5 had staan. En die ging uiteindelijk gewoon de sale in. You fucked up. Nou, ik kan geen 42,5 aan van Dunk. Ik moet echt een 43 hebben door die padding. Dus ja, ik vind het tof. Het schijnt dus allemaal te droppen met de Olympische Spelen. Ik begrijp niet helemaal de connectie met Piet natuurlijk wel. Omdat hij die kits heeft gedaan. Gundam is Japan. Misschien heeft Spanje ook een team. Ja. En dan zal die andere is Nederland, is para. En dan zal... Waar komt Quarter Snacks vandaan? Quarter Snacks weet ik even niet. Ze zullen wel ergens Quarter Snacks waar die based zijn, maar... ja, ik moet zeggen, de Piet Parra is voor mij wel de favoriet in deze line-up. By far. Hey Piet, wat leuk dat je kijkt. Hey, die maat 13. Dat is altijd echt super moeilijk om te krijgen. Ja. Dus ik wil gewoon betalen, dat is allemaal niet erg. Ja, maar hey, toch. Ja, kom, man. Deze wil ik ook wel hebben, hoor. Gewoon, kom op. Ja, kom op, man. Het kan toch wel een klein beetje. US 10, US 9,5. En dan gaan we nu naar een paar. Gaan we eerst naar de Bad Bunny? Ja, ik ga eerst naar Bad Bunny. Ik vind Bad Bunny keer Adidas vind ik leuk. Vind ik grappig. Ja? Ja. Ja, ik vind niet per se een goede schoen. Nee. Maar ik vind het tof dat ze zeg maar, ervoor gekozen hebben om bijvoorbeeld niet een Stan Smith of een Superstar te pakken. En dan met verf die vormen te maken. Maar dat ze echt gewoon die vormen hebben gemaakt van rubber en stof. Dat is echt allemaal gestitcht en zo. Ja. Dat lijkt me nogal een werkje om zeg maar, gewoon een hele nieuwe upper te maken voor iets. Voor een collab. Hey, ik vind het wel een opvallende keuze. Die Bad Bunny is toch die guy... doet hij niet wrestling of zo? Nee, Bad Bunny is een enorm grote Latino-ster uit Zuid-Amerika. Ik denk de grootste van dit moment. Oké, okay. Oh, dat was het, ja. Dat was het, ja. Hij is zeg maar de nog groter dan... Hij is zeg maar de nieuwe J Balvin-achtige type. En scoren, joh. Dit is... Hij heeft ook een forum gedaan, toch, recent? Ja. Form, ja. Ja, met al die figuurtjes erop, volgens mij. Ja, ja wel een aparte colorway. Ja, ik weet niet, ik heb niks met Bad Bunny, dus dan... Nee, dan... nee, het is echt zo'n super flamboyant, extravagant figuur. Ja. Dus het past gewoon echt bij hem. Maar ik vind vooral het feit dat ze echt... Want ik heb het gevoel dat al die rubberstukjes over de zool... dat ook echt gewoon rubber is. Het is wel echt gewoon een zool voor gemaakt met extra shit erop en zo. Dat vind ik wel cool. Ja, hij had bij die ZX 10-8 had hij als pack kunnen fungeren. Ja, fungeren. Fijn woord. Ja, ik denk, ga leuk. Even een andere tas woorden vissen. Ja, leuk. Deze uitzending. Fijn. Fungeren. Ja. Vind ik een fijn woord. Goed gefungeerd? Fungeert. Ja. Heb je nog goed gefungeerd deze week? Ja, hij zit niet zo goed te fungeren momenteel. Nee. Die zit nog een beetje bij te komen. Te vergapen. Dan Futura en de Noordface. Ja. Maar door. Ja, dat was natuurlijk al een tijdje geleden even een dingetje. Dat heel veel mensen die in de scene of in de game zitten al een tijdje. Futura is natuurlijk een hele bekende artiest. Ja, die natuurlijk ook zijn strepen wel in de sneakerwereld verdiend heeft. Een aantal grote collaborations gehad door de jaren heen. Ja. Bekende designer, ook in de kunstwereld alom gerespecteerd. En die had een dingetje met de North Face. Want hij heeft natuurlijk zijn... zijn logo. Ja, zijn logo. Dat hebben ze... Op de dunkel zat. Ja. En nog meer schoenen. Zeg maar zijn atoom, het is een atoom, toch? Het is zoiets. Ja. En de North Face heeft een collectie uitgebracht. Die heet Future Light. En daar zit ook zo'n logootje in. En
Futura, die was dat toch niet heel erg blij mee. En die zijn toen met een rechtszaak begonnen. Ja, die zei, kom op, het logo lijkt erop. Er staat Future in plaats van Futura in een font wat precies op mijn font lijkt. Want je, er zijn grenzen, doe ze niet. Wat vind je ervan? Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. Aan de ene kant denk ik van ja... Weet je wat het is? Als je een logo hebt wat zo erg lijkt op het woord Future... of een naam, en je hebt een logo wat lijkt op een atoom... ik zou niet boos worden als iemand een logo heeft zoals mij. Ik zou niet boos worden als iemand Future Light begint. Maar zodra het een combo is, denk ik van Noordfeest. Ja, ook als je het expres hebt gedaan, oké, dan moet je ermee stoppen. Als je het per ongeluk hebt gedaan, dan ben je even, heb je even liggen slapen. Heb je even niet zo goed gefungeerd. Ja. En dan moet je er alsnog mee stoppen. Want gewoon alleen is het alleen maar om de schijn op te wekken dat je iets daarvan gestolen hebt. Het is gewoon niet zo slim. Ik denk dat Future dat de druppel is. Ja, gewoon dat logootje weg en zet er alleen Future Light op. Want het past, het is een materiaal van de toekomst, het is licht. Het is logisch als het zo heet, maar maak even een ander logootje. Precies dat. Of de rest, maar goed, de North Face gaat dus deze lijn niet voortzetten. Dus er komen geen nieuwe designs of collecties van deze collectie... Okay. Om Futura tegemoet te komen. Nou, lekker. En dan de Air Jordan 1 High 85 Collega Navy. Collega Navy. Ja, daar zit het collega blauw. Het is onvoorstelbaar. Oh, goed dat wij goed lezen. Hè? Ja, heerlijk. Ja. Lijkt op een Georgetown Hoya sample. Ja. Voor de rest, ja, gewoon leuk schoentje. Ja, ik vind hem hard. Ja. Zullen we daar gewoon voor de rest niks over zeggen? Hard schoentje? Ik vind het echt een harde. Vooral die, als ik kijk naar die sample. Ja. En dit is natuurlijk de voorgod. Het zal een mock-up zijn, denk ik. Maar dit vind ik echt een harde schoen. Ik ben het met je eens, collega. Fijn. Ja. En dan de laatste, denk ik. New Balance Sneakerjagers. Vertel het. Ja, leuk. We hadden natuurlijk al gehad over het hele populaire 550 model van New Balance. En wij zijn vorige week naar de New Balance Store gegaan in Amsterdam. Daar hebben wij een hele toffe shoot gedaan. En daarnaast zijn we ook een samenwerking aangegaan met Alex, Lex Flex. Een bekende van ons beiden. En... die is signpainter in Amsterdam. Die maakt heel mooie dingen op ramen, maar ook op muren, et cetera. En er staat dus nu, momenteel, op de winkelraam van de New Balance Store in Amsterdam... staat een hele mooi kunstwerk met de 550 modellen. Ons logo staat erop. Wat is nu de bedoeling? Je kunt naar de New Balance Store in Amsterdam gaan. Je gaat voor de winkel staan. Je wijst jou... favoriete colorway aan van de 550 modellen, de 3. Maak je even een fotootje van. Je tag ons op Instagram. Je zet ook even je maat in de story. En dan doe je mee. En dan maak je kans om je favoriete colorway in jouw maat te winnen. Dus ga dat vooral doen. Check ook de New Balance Store in Amsterdam. Ze hebben echt een hele nice collectie staan. Ook de premium segment hebben ze staan. Dus check dat vooral. Dat was de New Balance actie. Van Sneakerjagers. Yes. En dan gaan we nu naar de reclame. 5 juni in het Centraal Museum Utrecht. De urgente tentoonstelling Voices of Fashion. En ook wij van Sneakerjagers doen mee. Naast namen als Patta en Daily Paper. We zijn in gesprek gegaan met prominente namen uit de sneakerwereld. Denk aan Edson Sabayo, Rocky Hayakaya en Valerio Zeno. Om de... diversiteit die de sneakerwereld zo mooi maakt, een blijvende herinnering te geven. Koop jouw tijdslot nu via de link in bio en dan zien we je in het Centraal Museum Utrecht. Release ronde 2. Dat was de reclame. Ja, heerlijk. Ja. Goeie reclame. Nog een release rondetje erachteraan. We zijn toch bezig. Dat is de Kwai 54 keer Air Jordan Low. En een AJ5 met dat logo weer op de achterkant. Ja. Ik zet het op die Jordan 5's weten te pompen. Dus het is niet een van mijn favoriete Kwai 54 releases. Ik heb een beetje het gevoel dat ze de laatste jaren... Het was eerst bijzonder dan Kwai 54. Nu is het gewoon zo te maken. Dat is het hele bekende basketbaltoernooi in Parijs. Ja, hè? Correct. En er zijn al door de jaren heen... Ja, het is gewoon een terugkerende release... Ja. Elk jaar komen er weer nieuwe releases van die Kwai 54. Ja. Is gewoon leuk. Ja. Als ik dan moest kiezen, dan zou ik eerder voor die 5 gaan dan voor die low. Ja, ik ook. Maar goed. Ik ga geen 5's meer kopen, heb besloten. Ik heb er ook een paar verkocht. Ik dacht ze toch niet. Maar goed. Maar leuk schoentje. Ja. Wat moet je doen? Ik geef het een meh. Meh.
Same. Ja. Dan, ja, zeker. Waar we het aan het begin over hadden. Tom van Tom Reumer. Tommy Trigger. Met More Prime en Kangaroos. Gefeliciteerd. Thanks, man. Hoe blij ben je? Ja, super blij. Dat is wel bijzonder. Veters? Ja. Ook heel dankbaar dat ik die kans heb gekregen om mijn eigen schoenen uit te brengen. Je werd gebeld? Ja, vorig jaar. Begin vorig jaar. Ergens. Hey, Tom. Hey, ja. En toen? En toen werd mij het idee geopperd van... wil je niet de schoen met ons maken? En ook in samenwerking samen met More Prime Morgan uit de UK. Die ken ik al heel lang. En die doet ook hele toffe dingen in de UK. Check hem vooral, More Prime, op Instagram. En ja, toen zijn we samengekomen. En het is best wel een lang proces geweest. Een heel leuk proces vooral. Dat we een... het schoendesign is natuurlijk... als je sneakerliefhebber bent... het tofste wat er is. En dus we zijn er lang mee bezig geweest. En dit is het eindresultaat. En de reacties zijn echt heel positief. Ja, heel blij mee. Ik heb al vorige keer gezegd... ik vind het gewoon heel kut dat je iets hebt gemaakt... waar ik niet op kan haten. Ja. Ja, weet je, hoezo heb je nou iets tofs gemaakt met kangaroos? Wat doe je nou, man? Dus positief. Ook heel veel, juist ook mensen die niet normaal roos kopen, kangaroos kopen... die zeggen van ja, ik vind hem tof, ik ga hem zeker weten kopen. En, mag ik een beetje aan de veters spelen? Zeker mag je pielen. Een beetje pielen aan de veters? Ja. Ja, ik vind echt serieus... Maar, waarvoor dat ik al mijn mening ga geven. En toen mocht je dus goed maken. Het heeft een hele tijd geduurd, neem ik aan. Van waar deze kleuren? Want we hebben het sowieso, het heet de Inside Job. Waarom heet het de Inside Job en waarom deze kleuren? Nou, omdat we, wat normaal natuurlijk altijd een beetje het vaste riedeltje is met collaborations. Dat mensen dan, en daar is niks mis mee overigens, hoor. Dat is ook tof. Mensen dan een concept gaan verzinnen. Of ja, je moet iets zoeken... waar je dan je inspiratie uit haalt, waar je het, zeg maar, de design op baseert. En we merkten toch dat het een beetje geforceerd begon te worden. Ja. Dus wij dachten van, laten we gewoon een schoen maken die wij tof vinden... met de kleuren en materialen die wij graag zien op schoenen. Ja. En we wilden gewoon iets tofs maken. En daarom hebben we gekozen voor de Inside Job. Omdat het dan meer, gewoon onze eigen smaak was, zeg maar, het... uitgangspunt van het hele design. Dus en daar is deze schoen uitgekomen. En handgemaakt in Duitsland? Ja, in Pirmasens. In Pirmasens, daar zit Kangaroos gevestigd. Kangaroos is natuurlijk van origine een Amerikaans merk. En, maar de grootste Europese licentie zit in Duitsland. Hummel en Hummel is dat. Ja. En die zit in Pirmasens. En daar wordt ook hun blackline. En de blackline is, zeg maar, hun handgemaakte lijn. Wordt daar gemaakt in een klein fabriekje. Ik ben daar geweest... begin dit jaar, 2 dagen. En er wordt met heel veel zorg en vakmanschap... worden die schoenen daar gemaakt. En deze komt daar ook vandaan. Ja, vet. En ze zijn genummerd. Er zijn 500 paar wereldwijd. Dusbags. Ja, Dusbags zit erbij. Er zit ook nog een extraatje bij. Die heb ik hier niet bij. Dat komt er nog bij. Het zit wel gewoon allemaal in de winkelpaardjes. Twee paar extra veters. Er zit nog een mooie insole met Inside Job erop. Hier. Ja, pauw, achter, pauw. Mijn logo staat op die andere schoen. Ja, achterop die kant More Prime. More Prime logo. Er zit er nog een certificaat van origine bij. Uitleg over de schoen. De tong vooral heel tof, dat neoprene. Ja. Het is echt gewoon een goede schoen, man. Ja. Het is bijna of je verstand hebt van sneakers, jij. Ja, shit, goed, hè? Durf je. Ja. En dan nog één vraag. De eerste keer kwam een paardje mee. Toen je deze uit, het originele paar, je pakte uit, toen dacht je? Toen dacht ik van, wauw. Ja, ik kan het niet echt omschrijven. Ja, maar het was dan ook het enige wat je wil. Wauw. Ja. Wauw. Bijzonder. Daar is die dan, dacht ik. Daar is het dan. Hè? Dan wordt het fysiek. Dit wilde ik al 35 jaar. Hè? En hij komt 10 juli uit. En, vandaag? Ja. En ze zijn nu op. Vandaag? Dat is toch... Is het niet donderdag de 10e? Nee. Is dat vrijdag? Dat is zaterdag, joh. Is zaterdag. Ja. Oh, overmorgen? Ja. En dan zijn ze nog niet op. Overmorgen? Ja. En ze staan gewoon in de releasekalender. Staan alle stores bij waar je ze vinden kunt. Dus check dat gewoon. Als je ze wilt kopen, dan weet je waar je moet zijn. Dus er bestaat gewoon een kans dat ik binnenkort gewoon een keer op kangaroos loop. En dat is dan jouw fucking schuld. Ja, zeker. Wat een lul ben jij. Ja.
Ja. Ik gun jou dit allemaal, ja. Maar hoe durf je me zo'n soort dingen aan te doen? Ik heb ook al klots gekocht. Ja. Steeds gekker worden. Nee, ik vind ze echt... Maar dat wilden we ook doen, weet je. We wilden gewoon ook een schoen die goed draagbaar is. Geen gekkigheid, weet je wel. Geen hele moeilijke schoen. Gewoon een schoen, colorway die heel veel mensen tof vinden. Ja. Ja, ik kan er gewoon niet op haten. Nee. Ik kan er niet op haten en dat haat ik. Ja, zo. Dus dat. En bedankt voor alle goede reacties en positieve comments en al dat. I love it. Lekker gewerkt. Top schoen. Moet je gewoon kopen. Je moet niet twijfelen, maar gewoon kopen. Kom alsjeblieft. Op. Thank you. Dat was release ronde 2, gok ik, of niet? We hebben nog meer te bespreken. Ik heb helemaal geen... Nog meer? Ja, dat is een women's. Daar wil ik niet meer over praten. Fuck jou, jij hebt zo. Oh, is het een women's? Ja, het is een women's. Ja, ik heb die vorige uit 2000... Ja, die was er ook niet in US 14. 18, terwijl dat een man 19, was. Ja. Dat was een man, was ook geen US 14 van. Dus, oké. Okay. Uit de outlet zelfs toen nog. Ja. €35. Het is een women. Ja. Geen women's voor timmen's, dus fuck jullie. Fuck jou, heel je schoen. Oh, ja, wit met oranje Jordans. Oké. Okay. Ik vind hem wel hard. Ja, Fragment 41. Of nee, Shattered Backboard 41. Ja. Ik vind hem... Ik had wel mooi gevonden als zij die... Dat hielstuk had zwart gehoord. Ja, ook. Klopt. Ja. Eens. Al was het alleen dat hielstuk en dat dan dat die lacewing wit was gebleven, was ook goed geweest. Ja. Maar ik vind hem nu een beetje uit balans. Eens. Ja. Maar hij heeft toch ook wel wat hards. Maar ik heb sowieso iets, die hele Shattered Backboard line. Ik vind de eerste twee vind ik nog steeds het beste. Dus ja. OG en de Reversed. Ja. En toen kregen we natuurlijk die Patent Leather versie, volgens mij. Ja, die krakkelee. Toen kregen we ook nog die Satin. Oh, die Women's. Ja, die was ook wel leuk. Die was wel hard. En nu deze. Nu. Dus we hebben de 5. Ik heb gisteren met me over Jordans te praten. Correct me if I'm wrong. Put it in the comments. Ja. Jordans. Hey, top 5 gaan we doen. Ja, top 5. Ja, we krijgen heel positieve reacties op de top 5. Van wie? Van allemaal mensen. Ja. En die zeggen dat niet in de comments. Dus... En niemand praat tegen mij, hè? Nee. Dat is echt... Hoezo zijn jullie bang van? Wat fuck is... Nee, maar... Ja. En we hadden dus... Wat hadden we vorige week? Vorige week hadden we top 5... Of vorige week, vorige keer moet ik zeggen. Hadden we sneakers gebaseerd op voedsel. Ja, was dat de laatste keer? Ja, en daarvoor hadden we voetbal. Ja, daarvoor hadden we voetbal, ja. En nu dachten wij van... Hey, we zijn 2021 half door. Dus het wordt tijd... Het is de hoogste tijd om terug te kijken en onze top 5 van de eerste helft van 2021 te gaan kiezen. En dat hebben we gedaan. Ja. Laten we eerst zeggen, hoe vind je het zo far gaan? Gekhuis weer. Ja, gekhuis. Vorig jaar. Ja. We hadden vorig jaar zo gevoeld, toch? Van het gaat niet stoppen. Het wordt alleen maar wilder en wilder, gekker. Nee, het houdt echt niet op. Niet vanzelf. Nee, ik heb jou gevraagd te tellen, maar jij doet dat niet. Nee, ja. Jij wil niet, hè? Je durft niet, hè? Ik durf niet te tellen, nee. Oké, het is nu... hoeveel heb ik? Hoeveel heb je, denk ik? Ik? Wat, ja, ik denk... 2 keer 26? 2 per week? Nee. 1 per week? Ja, 27 zit ik. Ja, ik denk ook zoiets. Standaard, ik denk misschien wel meer. Ik zit weer op 27. Als vorig jaar had ik ook 53 paarden, 53 weken. Ik zit nu ook weer op 27 in week 27. Ja. Het spoort niet. Laten we beginnen met mijn top 5 waar ik voor gekozen heb. Dit zijn gewoon releases. Ik heb niet al deze schoenen, heb ik niet allemaal. Dus niet echt top 5 pick-ups, maar meer top 5 beste releases van het eerste helft van 2021. Op nummer 1, dus allemaal willekeurige volgorde, staat de Structure Neoteal OG Colorway. Dit jaar hebben we natuurlijk de terugkeer gezien van de Structure. Ik vind dit de beste colorway. Ik vond het ook de beste schoen qua kwaliteit. Dus die hoorde bij mij gewoon in de top 5. Ja. Dan de Amanier Air Jordan 3. Hoort daar gewoon in. Ik heb heel lang getwijfeld om hem nog te kopen. Niet gedaan. Tot op heden nog niet gedaan. De prijs zal er ook niet meer beter op worden nu. Nee. Hij zit op, denk ik, 500, 600. Of gaat hij nog hoger? Weet ik niet. Ja. Het zal wel niet meer omlaag maar goed, gaan ook. Ik kan ermee leven. Maar wel, hoort wel in de top 5, vind ik. Daarnaast, wat ik de beste SB-release vind dit jaar, by far, waar niemand over praat, is de Carpet Company Nike SB Dunk High. Ja, valt me een beetje tegen van je, maar het valt me meer op ook. Ik heb je nooit over gehoord. Nee, klopt. Ik heb hem, dat komt door Ryan. Ja, dat is Ryan. Ik wou zeggen, dat komt door Ryan. En ik kwam dus hier binnen en toen had hij ze aan. Toen dacht ik van, wow.
Ja, zelfs Ryan wordt er leuk van. Ja. Ryan wordt er leuk van. Ja. In één geval, op een gegeven moment werk je ook langer met mensen. Ja. Dan begin je gewoon... En deze schoen zit nog steeds in mijn hoofd. Dus ik zit ook af en toe StockX te checken van wat doet hij, weet je wel. En? En ik heb het nog steeds niet gedaan. Ik merk gewoon als ik het punt over ben van ik wil iets resale kopen. Als ik dat te lang mee wacht, dan ben ik klaar. Want dan ga ik alweer naar de volgende. Nu zit ik alweer bijvoorbeeld op de Union Jordan 4 zit ik alweer te azen. Maar die ga ik dan uiteindelijk ook niet kopen. En dan ga ik weer on to the next. Ja, nee, ik ken het. Maar dan toch eindstand dan. Ja. En dan blijven we een beetje in die kleuren. De Jordan 1. University Blue. Ja, University Blue. Hele mooie schoen heb ik zelf. Deze kut is er weer, hè? Ja. Deze hierboven. Oh, is niet normaal. Ze is er weer. Maandagochtend, altijd. Sorry. En als laatste heb ik gekozen. Dat had trouwens ook deze kunnen zijn. De Deep Magenta. Ik heb gekozen voor de Bright Mango. Ja. Ik vind dit jaar, er komen zoveel goede Huarache-releases uit. Er moest er een bij. Ja, er moest er eentje bij. Dus je kunt random colorways, OG colorways, kun je daar neerzetten. Ik vind het helemaal top. Ja. Ik ga ze allemaal kopen. Dan mijn top 5. Om te beginnen dacht ik van, laten we op 5 gewoon die OG Teal en die University Blue gooien. Want die horen bij mij echt in de top 5. Maar je had ze al. Dus dan staan ze op 5. Dan op 4 denk ik de Air Max 90 Bacon. Ja, heb ik ook over getwijfeld. Ja, wou ik heel lang hebben, heb ik gekocht. Blijf heel blij dat het ook een hele degelijke kwaliteitsschoen was. Ziet er gewoon heel goed uit. Heel blij mee dat ik ze heb. Dan ook in de Year of the Huarache heb ik alleen gekozen voor de iets meer naturel kleuren. De Stussy Escape. Huarache Stussy. Dan Escape. Ja. Ik gewoon echt een hele toffe colorway. Ja, ik ook allebei. Ja, heel blij mee. Dan tweede plaats Air Force 1 Valentine. Goeie schoen, ja. Die had ik niet aan gedacht. Ik vind die hartjes die erin gestand zijn, vind ik keihard. Het leren is heel goed, een paar keer gedragen, kreukelt niet. Leuk foutje zit erin. Ja, leuk foutje erin, leuk verhaal. En dan op nummer 1 qua leuk verhaal. Vorig jaar waren het de Ben & Jerry's qua grootste hype. Dit jaar voor mij de What The Paul, Paul Rodriguez, schoenen, SB Dunks. Vind ik tot nu toe de tofste release qua verhaal van het jaar. Ik denk als ik zou moeten kiezen wat ik de tofste schoen vind qua draagbaarheid, et cetera, zou ik gaan voor de Air Force One Valentine en die Jordan 1 University Blue. Ja. Die ben ik het meest happy mee. Maar het tofste denk ik op dit moment die What The Pauls. Ja. Dat is mijn top 5. Ja, mooi. Ik snap ook dat jij die... ik heb er wel een gedachte aan de P-Ross, maar ik denk van die ga jij er vast in zetten. Ja. Want jij hebt natuurlijk, je bent groot fan van de man. Paul Rodriguez. Dat zijn geen namen die... Paul Rodriguez. Nou, ik kan zeggen, dat was het weer. Maar dat was het. Hè? Ja, dat was het weer. Nou, heb jij top 5 suggesties? Lijkt het je leuk als wij een top 5 gaan doen met whatever thema? Drop het dan in de comments en dan gaan we er naar kijken. Ga je nog wat kopen? Komt er nog wat uit dan? Weet ik veel. FTC, denk. Jordan 3, Razor Blue. Ik zit te twijfelen over die Deep Magenta, omdat dat natuurlijk weer een andere versie is die nu uitkomt. Ik vind deze nieuwe retro versie wel heel goed, ook qua shape en zo. Maar ik heb natuurlijk die vorige retro nog, dus eindelijk is het niet meer. Heb jij die niet gekocht? Deze heb ik wel. Oh ja, maar er komt er nog een. Nee, die, hoe heet die andere dan? Die uitkomt, die andere, die... Huarache? Nee, ja, die Huarache, die... Oh, die. Ja, oh ja, Magenta Fold, ja. Ja, fuck these women's. Ja. Dus, nee, dus dat. Die mot het niet. Nee. Mot het wel, maar ken niet. Nee. Nee, verder, ik ga proberen. Ja, ik zie nog wel wat dingen in de sale waar ik een oogje op heb. Dus misschien dat, maar verder... Ik heb nu zelfs de dingen die ik met terugwerkende kracht wil kopen, heb ik gekocht. Dus fuck it. Ja. Zal ik proberen om niks te kopen? Zullen we dat doen? Als mijn Gaat nooit gebeuren. Gaat nooit gebeuren, vriend. Hè? Nou,
Volgende aflevering is de laatste aflevering van dit seizoen. Dan gaan we eventjes een paar weken op vakantie. Want omdat we het waard zijn. Ja, omdat we het waard zijn. Greg die zit hier achter de camera elke maandagochtend. Alsof hij zoiets heeft van, jongens, ik heb gewoon geen ziel meer. Ik had al bijna ziel, maar nu ziel is gewoon gone. Kan dit gewoon niet meer. Een heel seizoen Tim en Tom. Ja, kijk, ja. Ryan is soort meer een ochtendmens, maar die gaat na elke uitzending slapen. Want dan is hij gewoon helemaal leeg. Gewoon mentaal op. Ja. En Erik, die is ons al lang zat. Ja, dat sowieso. Ja. Dat staat op de main. Oké, nou zullen we stoppen. Oké. Nou, tot de volgende keer. Drop een comment, doe iets. Koop mijn schoen. Sneakerjagers app downloaden. En alle releases bijhouden. En kopen via Sneakerjagers. Oké. Bye bye.